Ja, natuurlijk snap ik het. Natuurlijk begrijp ik dat mensen er helemaal klaar mee zijn. Met het hele gebeuren van het virus en die crisis en alles. En het thuiszitten. Jullie hebben het helemaal gehad. Ja, dat kan ik volgen. Ja, tuurlijk begrijp ik dat. Ja, maar tegelijkertijd is er nu een soort van overgangsfase. Dus wat hebben we nu? We gaan de regels een beetje versoepelen. Ja, levensgevaarlijk. Want ja, nu kan je bij jezelf denken, maar ja, weet je, ik neem het niet zo nauw en ga toch maar bij een grote groepen mensen, kan het schelen, weet je wel. Dat kan wel schelen juist. Niet doen. Nee, hou nou die afstand, blijf lekker thuis, hou je nou gewoon aan die regels, gewoon handen wassen, gewoon allemaal doen. Ik ben die strandwachter, ik zit op mijn stoel en ik kijk en ik zie gevaar en dan moet ik waarschuwen. Dus vandaar dat ik nu dan ook waarschuw voor het gevaar van we gaan het allemaal te gemakkelijk opnemen. Maar nu komt mijn allergrootste waarschuwing en dat is de ober. Ja, ik zie jullie denken, de ober, ja, de ober. Want de ober komt altijd langs om af te rekenen. Dat is wat de ober doet. Want de ober, die houdt je in de gaten. Die ober, die laat je niet lopen. Die ober, die laat jou niet gaan en die komt achter je aan. Dus als jij dingen doet die je beter niet kunt doen. Zoals bijvoorbeeld, ja, ik volg de regels niet helemaal op nu. Ja, dan is hij er. Dan duikt die ober in één keer op. En dan net op een moment dat het jou niet uitkomt en dat je het niet verwacht. Ja, dan is hij er. Hij ziet er klassiek uit, die ober. Uitgestreken gezicht. Ja, vlinderdasje. Dat is hem. En dan ineens, want je ziet hem niet aankomen. Dan voel je, tok, 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 tok. Dat is hem. Dat is de hand van de ober. Hij tikt op je schouder. En dan zegt hij, hey, jij moet zo nodig de regels niet volgen. Er staan nog wat rekeningen open. Ik wil graag even afrekenen. Dat is wat die ober zegt. En dan besef jij dat je de pineut bent. Ja, dan is het te laat. Dus, onthoud. De ober komt altijd afrekenen. Dus, doe mij een plezier. En zorg ervoor dat je hem ontwijkt. De ober.